mensen! Jullie zien dat ik waarschijnlijk heel erg kwaad ben. Heel erg kwaad. En het erge is, ik zelf werk op een sociale werkplaats misschien, maar ik ben niet gek. Ik kan ook wel wat. En het erge is, ja, dat die PvdA, meneer Samson, toen hij hier op het Malieveld was, had hij iets beloofd. Maar dat heeft hij niet nagekomen. Hij zat alleen maar tegen mij schijnheilig. Oh nee hoor, we zullen jullie wel met rust laten hoor. Maar wat gebeurt er? 1,2 miljoen wordt er bezuinigd op die mensen. Ik zeg, jij durft wel tegen de zwakkeren, hè? Omdat je zelf je zakken vult. Maar je hebt zelf ook een dochter die gehandicapt is. Zakkenvullers, inderdaad. En meneer Rutte, die vindt het allemaal maar best dat die mensen maar gewoon uit hun bedrijf worden geschopt. Ze worden gewoon van hun werkplekken verjaagd. En dat vind ik heel erg, want die werkplekken zijn er voor hun geschapen om ook eerlijk hun brood te kunnen verdienen. Zij horen niet achter de geraniums. Zeker heb ik hier een collega staan, ja, en die is vorig jaar de contract afgelopen. En dat vind ik heel erg voor haar, want ik vond haar altijd een hele lieve collega. En contracten? Wat is contracten? Gewoon een of ander gemeen spelletje. We willen toch onze brood verdienen? Waarom contracten? Waarom? En dan nog het erge is, we hebben allemaal een netto salaris waarvan we rond moeten komen. Nee, wat doet die woningbouw Vestia? Ja, we gaan dit jaar weer het huurtje verhogen. Want dat moet van de overheid. Ik zeg, makken schapen. Jullie willen alleen maar zorgen dat ik geen enkele cent meer in mijn zak heb. En dat meneer de politieagent voor de deur staat met een deurwaarder die beslag legt op de spullen die ik heb gekocht. Ik ben de eigenaar van en niet hun. En dan nog iets. Die Jette Kleinsma, die was een keer op mijn bedrijf komen kijken. En die directeur maar lachen in mijn bek van. Oh, mijn grote vriendin is daar. Nou, ik was boos op die directeur. Ik zeg in de OR-vergadering tegen hem. Ik vind het niet leuk dat jij, dat mensen hier nog uitnodigt die al die sociale werkplaatsen kapot maakt. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit wat je bent? We hebben allemaal rood bloed in ons lichaam. Misschien niet allemaal, maar we zijn wel mensen. Of je nou beperkt bent of bruin of wit, wat maakt dat allemaal uit? Je bent een mens van vlees en bloed. Het moet maar eens een keer afgelopen zijn met die verhogingen. Alles steeds duurder worden. We moeten ook nog geld overhouden. Wij zijn de baas. Wij zijn het volk. En wij vechten voor onze vrijheid. En die ambtenaren, die moeten ook eens diep schamen. Wij kijken elke dag naar de televisie. Naar al die BN'ers. Maar wat doen zij? Zij hebben meer geld dan wij. Dat is niet eerlijk. Wij werken hard. Hun vermaakt ons alleen maar. Loop ons aandacht te schenken. Aandacht. Waarom? De tv staat bij mij de laatste tijd uit. Waarom? Alleen maar omdat er van die geldvreters op de televisie zitten. Staatsloterijen. Hebben miljoenen. Nou, daar had je al lang die bezuinigingen van Glut kunnen strijken. Maar waar gaat het allemaal naartoe? Naar het buitenland. We zijn er klaar mee. Nederland wordt wakker. Wees niet bang. Wees niet bang. Vecht voor je recht. We zijn klaar met die hele politiek daar. Allemaal zeikers. Het moet van de politiek. Nou, er moet niks van de politiek. Ze moeten eens een keer ophouden ons de zakken leeg te plukken. We moeten ook iets kunnen bereiken. Ik wilde zelfs een eigen bedrijf beginnen. Tanden staan leeg bij ons in Zoetermeer. Allemaal leeg. Hoe kan ik nou een eigen bedrijf beginnen als er bezuinigd wordt? Hoe kan dat nou?
Ik moet toch mijn brood verdienen? Dus dan moet ik toch een bedrijf hebben waar allemaal mensen heerlijk kunnen werken? Kan niet, want daar wordt bezuinigd. Ik word er helemaal ziek van. Elke keer. En ik zal ze in de ondernemingsraad op mijn werk ook laten voelen dat basisinkomen juist een mensenrecht is. En geen voorwaarden. Geen voorwaarden. Wij zijn het recht. En dit zegt Sonny van der Heijden. Jullie kunnen mij vinden op Facebook. En ik zal laten zien dat ik door zal vechten. En ik blijf jullie steunen. Weg met het kabinet. Weg met het kabinet. We hebben al te veel gehoord. Elk jaar zeggen we gelukkig nieuwjaar. Maar iedere keer wordt het jaar weer ongelukkig. Iedere keer horen we weer dat er mensen op straat staan. Iedere keer horen we weer dat er gezinnen op straat komen te staan. En de medicijnen, die worden duurder op mijn werkvloer. Als je 6 weken ziek bent, dan gaan ze je geld inhouden. Dan zeggen ze van, zo, die vent krijgt geen salaris meer. Maar wat kan die persoon eraan doen? Hij is toch ziek, 6 weken lang? Dan heeft hij gewoon recht op zijn geld. En het enige wat je... Ze hebben geen begrip meer voor je. Ze zeggen alleen maar, wanneer kom je weer werken? Als je net uit het ziekenhuis komt, uit een operatie, dan willen ze gelijk weer dat je op de vloer staat. Voor hetzelfde stort je collega in. Maar dat kan hun dat schelen. Het gaat er alleen maar om, ja, de gemeente wil het. De gemeente wil het. En de gemeente die zegt weer, ja, de regering wil het. Ze rollen gewoon een balletje naar elkaar toe. Alleen maar om ons gek te krijgen. Mensen, laat je niks afpakken. Wat jullie hebben, dat is van jullie. Yeah.